Hallo, we zijn er. Ja. Moest ik filmen? Volgens de navigatie nog 2 minuten, maar op het plaatje staat dat we er al zijn. Ja. We zijn bij de kleine oog. Hoe ver bij de go? Staat daar ook heel groot apart. Maar droog is het niet. Vandaag zaterdag en we zijn bij Ponykamp Klein Oever. En we zijn hier vandaag voor de Go Social Family Weekend. Family Weekend. We zijn 2 uur onderweg geweest, het was best lang. Ja. Maar ik had langer verwacht, dus het viel wel mee. Pauze! Even paardjes loslaten. Even, ja, gewoon. Oh, kijk, ik ben huis. Ja, kom. Kijk hè, al die YouTube-tjes. Dames en heren. Nienke gaat laten zien. Oh, Maartje gaat het laten zien. Nou, kom maar op dan. Dan kan ik niet toegevallen. Jongens, Tess is het braafste paard van Nederland na Verona, dus die kan dat wel. Die accepteert dit ook allemaal gewoon. Ze vindt het ook niet erg, ze is er ook niet bang voor. Ja, bijna. We hebben net fotosessie gehad. Oh, Tess gaat er net af. Kan je er nog 1 keer op, Tess? Springen. Je kan het. Ja, kom maar Tess, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doe maar met een aanloop hoor ik. Ja, bijna. Ik kom maar moeilijk over zetten. 1, 2, hoppatee. Zo, poink, andere kant eraf. Tessa mocht even op Linda, eigenlijk Belinda van Rinke. Ja. Voor de fotoserie. Vind je leuk hè? Ja, we hadden gelukkig nog een cap in de auto liggen, anders kon het niet. Nou, en daar zijn we allemaal social media aan het doen en zo. Foto's aan het kijken. Foto's aan het kijken hoor ik hier. Ja, Tess van Sarissa. Ja, nou, en dan gaan we nu dus nog even hier filmen. En dan hebben we weer een hele vruchtbare sessie gehad. We zijn bij de kleine Oever geweest bij de Go Social Weekend. Alleen als de paardjes niet meenamen, zijn we niet even slapen. Ja. En we hebben daar van alles besproken over de Go Social Party. Die op 20 april is, ook bij de Ponykamp Klein Oever. Ja. Toch? Ja. Het was daar heel gezellig. Het is ook heel erg groot. Ik heb veel verschillende dingen daar gezien. Ze hebben daar ook klompen. Geen idee wat dat is. Waarschijnlijk maar je voeten. Oké, het is weer tijd. De tijd voor de bekendste plek van Hart voor Paarden. Alleen waar we de laatste tijd niet meer heen mogen van mijn moeder. En daar heb ik het over. Niet mama die aan het inparkeren is. Maar let eens heel goed op dat gele puntje daar. Die gele M. Wat betekent dat? We gaan naar de McDonald's! Eten! Het is vandaag, even nadenken, volgens mij is het vandaag zondag. Ja, het is vandaag zondag en ik ben in een logeerbak en hier heb ik, oh jee, een balk en die dingen kunnen ze hier overheen terwijl we aan het logeren zijn. Oh, hallo! Ga maar voor daar uit. Ga maar voor daar uit. Nog een keer? Nee, je moet gewoon doorlopen testen daar en dan doorlopen. En anders dan doen we even een touwtje eraan.
We worden in de gaten gehouden door Henja en Kim. Ga maar door. Goed zo. Brave pony. Ga maar door, kom maar. Goed zo. Goed zo, braaf. Ga maar door. Nee. Ga maar door, andere kant op. Goed zo, braaf. Ga maar door, kom maar. Traf. Goed zo, Bel. Ga maar door. Ga maar door. Dat hoekje vind ik maar niks. Kom maar, Bel. Gaan we niet doen. Die kant op. Ja, dat is nep. Nu krijg je één, dan krijgt ze niks. Dat gaan we niet doen. Kom maar. Traf. Goed zo, pony. Ga maar door. Monster. Ik ben een super wilde paard. Ja, ik snap dat het lekker weer is, maar ja, I love you too. Maar we gaan stappen, die kant op. Ja, dat is de camera. Ga maar. Stap. Ga maar. Hey, let eens op. Goed zo. Hey. Stap. Goed zo, braaf. Goed zo, Tess, ga eens opzij. Ga maar. Stap. Hey. Goed zo. Volgens mij ook. Misschien moet je je benen optillen. Goed zo. Braaf. Goed zo. Braaf. Goed gedaan. Braaf. Ga op. Kom maar. Ga op. Braaf. Goed zo. Braaf. Braaf. Braaf, goed zo. Ja. Ga maar door. Goed zo. We hebben met de paardjes losgesprongen. Dat ging super goed. En we gaan nu naar huis toe. Zie ik jullie morgen. Dinsdag vandaag. En we gaan paardjes rijden. Ik heb haar vooral gewerkt en tussen gewoon naar school geweest. Ze heeft een dagvlog opgenomen. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan vonden. Die is inmiddels online. Op zondag is die geweest. Dus ja, laat even in de comments weten of je het leuk vindt, zo'n dagvlog van Tess. Of dat je denkt van nou, leuk Rebecca, Tess, Kim. Maar doe maar niet. Er loopt Gerda. Wat? Er loopt Gerda de eend. Gerda de eend, oké. Nou, ik weet niet wie Gerda de eend is. Oh, jullie? Meisjes eend. Oh, ze zit midden in de bak. Kijk. Even er niet storen. Dan gaat ze weg. Die ligt gewoon midden in de bak. Oh, ze gaat toch maar aan de wandel, kijk. En ze heeft ook nog een hele mening erover, maar dat horen jullie waarschijnlijk niet. Vandaag is dinsdag en ik wil het ook vertellen over wat mama toch dacht. We zijn nu lekker buiten aan het rijden. En we zagen net verder aan de eend. Muziek. Nou, mooi. Bel me ook. Denk ik wel. Praat, pony. Bel denkt het wel. Dat is mooi. Kim is daar. Ja, ik zal even kijken naar Kim nog. Oh, ik wou nog wat zeggen. Mijn moeder heeft een nieuwe telefoon gekregen. Hoehoe. Nou, bedankt voor de info. Ja. Het was makkelijk installeren. Daar ben ik dan wel weer blij mee. Oh, ze is al echt lekker belangrijk. En daar is ons Kimmetje. Die is ook lekker aan het stappen.
op de Henja. In de manege, buiten manege, bak, iets, piste, geef het een naampje. Dat dus. Ze heeft een jas aan van Isabelle Weert. Haar idool. Hebben jullie die video gezien? Ik zal hem linken. We hadden net hetzelfde gereden. Dat zou dan de beste jas ter wereld zijn. Dan zou ik de hele collectie kopen. Ja, precies. Dat zou ik ook doen dan. Henk is er, het mannetje van Gerda. Henk en Gerda. Oh, kijk, ze zijn samen, jongens. Ze stuiteren door die bak heen. Henk en Gerda. Geen idee waarom ze Henk en Gerda heten. Maar dit is hoe ze heten. Kim ligt in een deuk. Henja is verbaasd. Die weet niet meer wat ze nou moet doen. Galop of piaf? Of Kim wat duidelijker wil zijn met de hulpen, zegt Henja. Ik ga haar inschrijven voor de F6. Mm-hmm. Het is... Vandaag. Vandaag. Yay. En we gaan... De paardjes rijden. Wat een goed idee. In de buitengebak. Op een of andere manier lopen ze zo. Ik weet niet precies waarom. Ja, maar ik niet. Ik moet daar rijden. Ik moet naar mijn paard. Ik moet ook dat wel toe. Maar nou, okay, dan gaan we ieder een andere kant op. Weet je wat? We gaan wel gewoon. Nee, we gaan ieder een andere kant. Dan lopen we allebei uit beeld namelijk. Kijk. Nee. Dan loop jij zo meteen, dan loop jij zo die kant op en ik loop die kant op. 1, 2, 3. Het is vandaag donderdag en ik ga een belletje rijden. En mijn vader, die bestelt wel eens dingen bij DPD. En nu heeft hij stickers gekregen van Are you ready for the Brexit? Dus hij heeft op zijn eigen voorhoofd, op mijn voorhoofd en op Alice's voorhoofd, heeft hij een sticker geplakt van DPD. Wat is die sticker dan? Die sticker heb ik op een boekje geplakt. Pardon, je kan hem niet laten zien, dat is onhandig. Dit gebeurt dus als je een X netjes ophangt. En dan heb ik hier het zadel. Hier dit. En dan dat. Dat ik eerst maar even dit ga opruimen. En daarna even gaan opzadelen met Bel. Auw. Hi Bel. Bel was bikjes op de grond aan het zoeken. Er waren een paar bikjes naast. Dus er lagen hier heel veel bikjes. Ik heb er ook nog heel eventjes geholpen. Dat was wel leuk, want ik hoefde pas over een uur te gaan rijden. En over een uur was de bak vrij. En dus ging mijn tijd doden met dat. Ja. Ik ga deze troep even opruimen. Oké, opruimen is niet mijn beste punt, maar ik heb er wel wat van gemaakt. Hè. Ja, hier is mijn... Zelfde met mijn dekje. Hier mijn jas opgehangen. Mijn kleine poetstasje. Hoofdstel. Die twee. Mijn poetstas. Of olie. Swappie. En dan heb ik wel een stal daar deken hangen. Hier nog een touw. Kan ik dan hier aan vastmaken. Zo. Dan kan ze niet weglopen. Dadelijk ga ik maar even. Denk ik maar even mijn laarzen aan doen. Opzadelen. Zo, ben ik klaar voor om te rijden, Bel. Oh. Ja, niet zo kort. Ja. Het is vandaag vrijdag. En Verona, ik hou van jou. Maar ik heb vandaag springles en we moeten een beetje haasten. En kijk dit. En oh, ze heeft nog heel veel plekken, want ze heeft hier een natte poep. En daar is ze blijkbaar ingelegen. Kijk dan. Het is echt super lekker werk. Ik heb ook kort mouwtjes op aan. Ik ga zo mijn eerste springles met Corona doen. Heel veel zin. Ik vind het ook wel eens een beetje spannend. Ik ga nu eerst even de dekens afdoen en de vaste. Ik vond het heel erg goed ging. Ik heb ook
krijgt een medaille. Je hebt 2 doelen gehaald. Dat heb ik heel goed gedaan. Het wilde heel erg goed gaan. Ik vond het ook wel een beetje spannend. Ik heb een beetje spierpijn in mijn vingers en een beetje in mijn rug. Maar dat maakt niet zo uit. Ja, ik vond het heel goed gaan overrennen. Let op hier, hè? Super! Bedankt voor het kijken naar deze week vlog. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn bel. En abonneer op ons kanaal. Klik gelijk op het belletje. Mijn belletje, heel fijn. Zei ze net al. En zie ik jullie.